Welkom bij SVZW TV en vandaag de wedstrijd SVZW tegen ACV. En dat op 4 oktober, dus ook SVZW. Feliciteert Doggy, oftewel Roy Bouwhuis, met Dierendag. Maar voordat we verder gaan met de samenvatting, eerst even een belangrijke mededeling. Zaterdag 8 november presenteert SVZW Toneel Italiaanse Nachten. De voorverkoop begint binnenkort, dus hou de site in de gaten. En dan weet u ook weer wat u op 8 november moet gaan doen. Gelijk na de wedstrijd SVZW Excelsior even naar reis toe rijden naar een park waar schuldvoorzienen willen een prachtig toneelstuk Italiaanse Nachten gaat opvoeren. En dan de wedstrijd 4 november. Nee, niet 4 november, 4 oktober. En dat is schitterend weer. En kan SVZW dat schitterende weer ook omzetten in schitterend veldspel. Verleden week gewonnen met 5-0. En kunnen ze die lijn gaan doorzetten. Dan is de ACV die de eerste aanval gaat opzetten. Maar die kan worden onderbroken. Met Taravis, de Boegoes. Zij kan toe worden gespeeld en dan een mooie bal voor. En dat is Bas Woestuit. Oog en oog bij de keeper, maar dan kan hij de bal toch nog onder controle krijgen. Richting Taravis. Taravis richting Oegoes. Oegoes met een 1-2'tje op Ruterheide. En dan een schot. En dan is het al gelijk in de 7e minuut. Een prachtig doelpunt. 1-0 voor SVZW. Dus een lekker begin voor. Het ACV erachteraan. Hier een mogelijkheidje van Robin Mulder. Maar keeper Achterhoek is dan netjes op tijd. ACV, ja, het moet dan gaan drukken naar voren toe. En dan hier een mooi langs de zijkant opstomend. Komt die bal voor. Kan die bal nog niet goed worden weggewerkt. En hier weer Mulder die dan een schot waagt. Maar ruim over. En de volgende mogelijkheid hier voor de jonge Rosa. Maar die bal gaat dan ruim voorbij. ACV bouwend vanuit achteruit. Kijken naar dan een lange bal naar voren op Emre de Jonge. Emre de Jonge die dan de bal net op het dak van het doel krijgt. Goede mogelijkheid voor ACV dan SVZW met een corner. Kijken wat daaruit kan komen. Hier een prachtige kopbal. Oh, bijna ook weer in het doel. Zo zijn de mogelijkheden aan beide kanten. SVZW nu in een sterkere fase in de eerste helft. Hier met de Oegoes. Oegoes balletje breed. En dan komt die bal voor. En dan zat het een beetje tussen een voorzet en een schot op doel in. Dan maar weer opnieuw proberen. Hier met de Chaglar Oegloes. Een mooi balletje op Ruterheide. Ruterheide die kan dan uithalen. Balletje rolt gewoon net voorbij de goal. SVZW echt veel meer mogelijkheden dan ACV. Echt een sterke fase van SVZW in de eerste helft. Dan hier weer een bal voor. En dan komt hij bij Ruterheide. Ruterheide en dan aan de andere kant van de paal. SVZW gevaarlijker in de aanval. Hier met Magiel Verkeulen. Magiel Verkeulen krijgt die bal dan voor. Kan er worden ingekopt en dan is het weer een prima redding van John de Vos. Of John Vos moet ik eigenlijk zeggen. Zo sluw als een vos. Hij haalde ze elke keer weer uit de goal. Kevin Aman in aanval. Tussen twee mensen door. En dan kijken of er iemand vrij staat. En dan is het weer bijna Ruud te rijden die bal erin kan schieten. Dan zitten we alweer in de tweede helft. Weer een goede corner van SVZW. Wordt overgekopt. En dan een ingooi van Michiel Verkeulen. Ingooi. Het lijkt al waar zijn een corner. En dan rolt die bal er eigenlijk een beetje voorbij. En is de kans over. ACV dronk wat meer aan in de tweede helft. Dan hier ook een corner. En Michiel Verkeulen kan dan die bal wegstompen. Kijken of er nog wat uitkomt. Maar er komt verder niks uit. Dan is er een ingooi voor Assense ploeg. En Assense ploeg begint steeds beter voetballen. Volgens mij hadden ze wat meer in de tegenaan. En hier prima kans. Maar wordt helaas niks. Zo blijft de stand 1-0. Alsjeblieft maar aanvallen. Hier weer met een Mulder.
En dan kan Michiel Achterhoed erachteraan en maakt daar een corner van. Uit de corner zal dan niks komen. Als ze zo dan weer gaan opbouwen van achteruit. Want is gewoon op jacht naar die 1-1. Ze voelen gewoon dat er wat aankomt. En dan vallen er ook gaten. En dan hier met Bas Woesthuis. Bas Woesthuis kan daar achterop stomen. Kan die bal voorkrijgen. Dan is er te heiden. Maar dan gaat de bal over. Kan er dan worden druk gezet? Nee, ja, er wordt wat druk gezet. Dan hier een vrije bal. Michiel Verkeulen komt net onder die bal door. Kan nog een keer inkoppen. Maar net overheen. En dan heeft hij zich volgens mij geblesseerd bij die eerste kopbal. Assen. Weer naar voren toe werken. Met lange ballen vaak. Maar dan kan Bas Woesthuis onderscheppen met Cenkoukos. Cenkoukos naar Kevin Aman. Kevin Aman kan opstomen. Komt in ogen met keeper Vos. Keeper Vos redt dan goed. Kijken of er dan nog wat meer uitkomt. Kevin Aman zet dan voor. Maar dan is de bal aangeraakt. En dan is het gewoon een corner. Uit de corner zou niks komen. En hier Assen weer in de aanval. Zo golft het spel een beetje heen en weer. Assen had wel meer overwicht op de tweede helft. Dan is WZ2 wat frisser uit de kleedkamer. En hier weer een prima redding van Michiel Achterhoek. HCV weer in de aanval. En dan hier met Veenstra. Veenstra die de bal speelt op de weggesputte Nick Westerbrink. En Westerbrink die kan dan de bal voorzetten. Maar dan is het Michiel Verkeulen die de bal ja, het gevaar smoort als het ware. HCV steeds meer in die aanval. Net wat ik zeg, ze roken bloed eigenlijk. En ze zijn op jacht naar die 1-1. De bal voor de voorgezet. Met een prachtige combinatie, En dan komt er inderdaad ook het doelpunt uit. En 1-1, een verdiende 1-1 eigenlijk. Want ACV was veel meer in de aanval. En hier zie je dat heel goed. Hier met nummer 10 Mulder, die dan doorspeelt. Prachtige combinatie. Eigenlijk de hele achterhoede van SVZW weggespeeld. En John van Dalen maakt daar 1-1 van. En dan moet SVZW toch echt ook werkelijk maar alle zeilen bijzetten. Dat het niet alle punten gaat weggeven hier op deze prachtige mooie middag. Dan hier Bas Woesthuis. Bas Woesthuis! Oh. Ruud de Heide. Normaal gesproken altijd de man voor de vele goals. Maar deze middag kreeg hij ze echt niet erin. En dan loert het gevaar. Weer op de achterkant natuurlijk. Aan de andere kant bedoel ik. En dan is het weer ACV. Hier met nummer 25. Dat is Robert Talens. Die bal weer terugbrengt. En dan kan de bal worden voorgezet. Dan wordt het toch nog even dreigend, want Wensing kan die bal niet goed wegkrijgen. En dan is het Michiel Achterhoek die de bal goed verkleint. En dan is het weer Assen die aanvalt. Hier met Buurmeijer. Buurmeijer kan er binnen toe werken. Die wil er wel uithalen. En oh, dan is het een prachtige redding van Michiel Achterhoek. Schitterende redding. En die gaan we natuurlijk in de herhaling zien. Want wauw, zo willen wij Michiel Achterhoek zien vliegen. En dan fluit de scheidsrechter af. Is de wedstrijd afgelopen? Is het 1-1 gebleven? En is het een puntenverdeling voor SVZW en ACV. Tot ziens bij de volgende wedstrijd van SVZW bij SVZW TV.